Wat gaat er om in het hoofd van een echte crimineel? Wat denkt hij als hij een bank overvalt? Onschuldige slachtoffers afperst? Of een moord pleegt? En wat zegt hij tegen zijn vrouw? Waarom kies je voor zo'n bestaan? En wat levert de misdaad je nou uiteindelijk op? Het zijn vragen die mij al lang fascineren. En nu heb ik de kans de antwoorden te krijgen. 6 zware criminelen keken met mij voor het eerst terug op hun leven. Zij durfden het aan plaats te nemen in de verhoorkamer van Echte Penose. Ik ben Eef Goos. Ik ben 67 jaar en heb ruim 10 jaar vastgezeten voor bomaanslagen. Mijn werk was altijd incasseren op een dwingende manier van schulden. En jij gaat betalen als je het dan weet. Ze zeggen wel eens van eens een crimineel, altijd een crimineel. Daar sta ik wel achter. Dat zit in je genen, daar kun je niks aan doen. Je hebt een bepaalde manier van denken en daarom ben je een crimineel. Wat is de reden dat je je verhaal wil doen? Nou, als je op internet kijkt, zie je zo'n 60.000 pagina's over me staan. En ik ben de boef hier en de terrorist daar. En het is allemaal een beetje genuanceerder. Dus ik denk, nou, laat ik maar eens kijken wat ik kan doen met een verhaal. Eef Hoos, een echte Haagse penose. Bekend van het opgeheven bureau Tutankhamon en zijn gevreesde incassomethode. Waarom zou die god toch allemaal niet betalen? Centen wil ik zien! Ben jij gek? Eef maakt ook bommen en verdient er in zijn leven miljoenen mee. Ik reed in een Rolls Royce en ik reed in een Lincoln auto en een Mercedes 500 Brava die ik had. Ik had een eigen vliegtuig. In 1990 krijgt Eef voor bomaanslagen 10 jaar cel. Een hoge prijs voor zijn meedogenloze leven. Ik denk dat jonge mensen beter proberen om op de goede weg te blijven. Eef Hoos heeft veel weg van een maffiabaas. Je staat ook wel bekend als de Haagse El Capone. Ja. Waarom is dat? Nou, dat weet ik niet. Dat heb iemand een keer geschreven, denk ik. Ben je trots op die titel? Ja, ik vind dat wel. Dat hebben mensen me gegeven. En op die titel krijg ik nog steeds klanten binnen. Ja, dat zijn dan mensen die zeggen van ja, ik heb gelezen, u bent de Haagse El Capone. Ik zeg, wat vind je ervan? Nou, die beginnen allemaal te zeggen dat ze het hartstikke mooi vinden. En hij is niet beschermd, hè, die titel. Als ik zeg dat ik meester ben, dan ben ik strafbaar. Maar El Capone niet. Hoe word je van een klein jochie een Haagse El Capone? Aan de keurige straat waar hij opgroeit, kan het haast niet liggen. Ook niet aan zijn vader en moeder. Of aan zijn broer en zus. We zijn hier in de Harderwijkstraat, Harderwijkstraat 122. Daar ben ik geboren, hier 1 hoog. En daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond met mijn vader en moeder. Mijn moeder had hier modevakschool Enzijd. En mijn vader die werkte bij de KNVB 40 jaar. Dat was mijn leven hier zo. Uit wat voor gezin kom je? Het was een heel normaal gezin. Geen boeven, geen dingen. Mijn vader was een goud eerlijke man. Een eerlijkere en integere man dan mijn vader bestaat niet. En mijn moeder deed niks. Die liep alleen te vloeken. Ze zei nooit van trek je schoenen aan, maar trek godverdomme je schoenen aan. En nou ga je godverdomme naar school. En nou ga je godverdomme eten. Het was altijd godverdomme. En ik ga op een gegeven moment met mijn broer naar het Salvadorzaaltje. Dat is een eentje verderop. En dat is een zondagschool. Dus wij gingen daar naartoe voor het eerst. Hij was een jaar of 5, ik 6. En we komen eraan en we komen binnen, al dat glas en lood in die ramen, dat is prachtig gebouw. Hè? Dus mijn broer zei, ah, is dit nou het huis van godverdomme? Want hij dacht dat die man zo heette, godverdomme, omdat mijn moeder dat altijd zei natuurlijk. En toen zeiden die mensen daar, zei, nou jongetje, jij bent nog te jong, ga jij nog maar even naar huis. Ja, hij mocht niet naar de zondagschool. Eef haalt in zijn jonge jaren veel kattenkwaad uit. Hij is een slim mannetje. Met listige trucjes. Ik had zelf uitgevonden een papieren gulden. En op die gulden had ik geschreven, gefeliciteerd opa. Eef, gefeliciteerd met je verjaardag opa, stond op. Opgevouwen en met mijn vriend naar de snoepwinkel. En hij haalt voor 5 cent de drop. Hij geeft die gulden. Hij krijgt 95 cent terug. En gelijk erachteraan kom ik, ook 5 cent de drop. En ik geef hem een dubbeltje.
En ik krijg 5 centen terug. Ik begin te huilen. Ik zeg, joh, ik gaf een gulden. Nee, zegt die ventje, je gaf een dubbeltje. Ik zeg, ik gaf een gulden. Nou, toen kwam die baas erbij. Ik zei, nou, ik heb achter mijn gulden gegeven. En geef van een dubbeltje terug. En dat was op mijn verjaardag van mijn opa. Ja, ik zei, staat erop, gefeliciteerd. Even dat je doet de kas open. Die kijkt die vent van die kas aan. Die kreeg mijn gulden terug en 5 centen. En zo zat het op voor mijn verjaardag. Ja, maar dan ben je gewoon, ja, dat heb je dan zelf toch uitgedokterd. Ja, is dat crimineel? Ik vond het wel leuk eigenlijk. Diefstal uit sigarettenautomaten. Als Eef 16 is, is dat voor hem een makkie. Maar ook een bittere noodzaak als hij het huis uit wil. Ik moest geld verdienen. Toen ben ik gaan oberen op de pier op Scheveningen. En toen, op een gegeven moment, zag ik... Ik zie dan die sigarettenautomaat hangen. Ik denk, 2 van die kleine kutseltjes. Die wip je zo open. Wat zit daarachter? De laatste keer had ik dat gedaan met een meisje dat een auto had. En die werkte op de pier en daar werkte ik ook. Hup, en dan was die open en dan stond er in de hoek waar de guldens vielen. Een bak vol met guldens. En in de andere hoek een bak met kwartjes voor het wisselgeld terug. En die nam ik allebei mee. Had ik een zak, hier, hallo erin. En ik gaf ze keurig netjes een bakje terug. En we gingen weg. En dan had ik 200-300 gulden. Wat deed je daarmee? Leuke dingen ging ik daarmee doen. Zoals? Ja, Jezus, je ging de volgende dag met meiden uit en ik koffer mijn moeder een borst. Die kreeg het ook wel, ze vloekte wel, maar ze kreeg toch wel elke keer een borst. Want alles wat ze had ze bij mij gehad. Vroeg ze zich niet af hoe je aan het geld kwam? Nee, hebben ze nooit zich afgevraagd. Ik had altijd geld. Van jongs af aan. Dat is ook wel raar natuurlijk dat ze niet hadden. Als mijn zoon op die leeftijd met dat thuis komt, dan zou ik zeggen, hoe kom je daaraan? Waarom vroegen ze dat niet, denk je? Nou, ik denk dat ze bang waren dat ze het wel wisten. Hoe kan het nou dat een jongen die eigenlijk uit zo'n lief gezin komt... Ja? Zich dan met dat soort dingen bezighoudt? Ja, dat gaat. Dat zit in je bloed. Ik denk, ik heb mijn hersens ook weggegeven als ik doodga. Dat ze dat gaan onderzoeken. Want volgens mij zit dat gewoon in je genen. Inbreken wordt voor Eef dagelijkse routine. Iedere avond gaat hij met een breekijzer de deur uit. Maar het geld dat hij verdient, houdt hij niet alleen zelf. Ja, ik gaf 80% daarvan weg. Wat ik bijvoorbeeld deed van kennissen waarvan ik echt wist... van die hebben het heel arm. Dan pakte ik met Sinterklaas, had ik wel van 25 briefjes van 100. En dan ging ik binnen en deed ik in de brievenbus zo bij die mensen. Gewoon 100 gulden in die brievenbus. Maar niet mijn naam erbij of niks. Dus ze wisten niet van wie ze het hadden. Ik denk dat dat mezelf ook een heel goed gevoel... dat ik daardoor eigenlijk goed maakte wat ik fout maakte. Voelde je dan toch een beetje schuldig als je zo'n inbraak gepleegd had? Nee, dat niet. Maar ik voelde me wel goed dat ik het weggaf. Op zijn 17e loopt Eef tegen de lamp. Hij moet voor een hele reeks diefstallen ruim een jaar de cel in. Hoe ging de arrestatie in zijn werk? Ja, gewoon met 3 man kwamen ze aan de deur en ze namen me mee. Dat was nog mijn eerste brave arrestatie. Wat dacht je op dat moment? Ja, ik denk tering, weet je wel. Ja, alles stort eigenlijk in. En dan komt het, toen heb ik heel lang een straf gehad, hoor, want dat vond ik zelf. Ik had iets van 1,5 jaar gekregen daarvoor, voor die automaten. En dan denk ik, ja, als ze me 4 maanden hadden gegeven, had ik ook wel geweten dat het niet mocht. Wat vonden je ouders ervan dat je in de bak zat? Ze kwamen op visite, maar die waren alleen maar aan het beklag. Mijn moeder was met zelfbeklag bezig. Dat zij dat allemaal mee moest maken. Dat ze voor de kerk en de mensen en weet ik veel dat allemaal mee moest maken. Dus ik was blij dat het bezoekuur voorbij was. Ik zat daar omdat ik ingebroken had. Maar zij deed net, of dat zij daar zat, dat zij gestraft was met een kind als ik, bij wijze van spreken. Dus mijn vader zei op een gegeven moment, schijn nou eens uit, want... Je komt voor je zoon. Die vader, zegt Eef, is iemand die hem altijd heeft gesteund. Zelf had hij een keurige baan. Maar zijn criminele zoon heeft hij tot aan zijn dood nooit in de steek gelaten. Wat ik wist, dat was ook dat hij om de gevangenis heen liep 's avonds. Dat had hij me wel eens verteld. En ik hoorde dat ook van anderen. Dus dat vond ik wel mooi. Waarom deed hij dat dan? Ja, ik weet niet, dat hij dan dichter bij me was, denk ik. En ik vond het een wereldvent. Hij heeft me altijd geholpen en gedaan. Heb je dan ook nooit een beetje schuldig gevoeld? Ja, natuurlijk wel. Later, maar toen niet. Nu wel. Mijn leven, ik ben nu 67. En dan zit je ook met kinderen. Dat mijn kind nou in de gevangenis zou zitten. En dan zou ik er ook omheen gaan lopen, denk ik. Weet je wel, weet je dan toch. Ja, maar ja. Ik bedoel, wat voor nut heeft het of ik mij wel of niet schuldig voelde? Natuurlijk. Als Eef vrijkomt, neemt hij geen afscheid van het criminele leven. Hij wordt gewelddadiger en snel agressief. Zo ontdekt hij
dat zijn oude werkgever zijn achterstallig salaris niet wil betalen. Hij is woest en neemt wraak in het huis van zijn ex-baas. En toen ben ik s'avonds, toen ging hij op vakantie, dat wist ik. En ben ik naar binnen gegaan. Ik heb alles gekankerd. Het hele huis, alles gekankerd. Zijn meubels, alles, alle schilderijen van de muur, alles kapot getrokken. De hele nacht hard gewerkt. Kom ik in zijn slaapkamer, zie ik een bureautje staan met Oost in de zink. Daar heb ik op de lakens gegooid. Ik heb alles gekankerd. En toen ben ik naar huis gegaan. Dat was wraak natuurlijk. Hè? Die man die had 35 gulden van me gestolen. Dat was niet veel, maar voor mij was het alles. Toen werd ik gearresteerd, want ze wisten toch wel dat ik dat nog gedaan moest hebben, eigenlijk. Maar ik heb nooit bekend in mijn leven, wat er ook gebeurd was. Ik heb nooit gezegd, ja, dat heb ik gedaan, want bekennen is om strafvragen, dat doe je niet. Dus blijf gewoon ontkennen. Maar ja, ze hadden toch vingerafdrukken gevonden en dit en dat, dus ik was toch gelukkig. Voor deze vernieling zit Eef weer 8 maanden vast. Hij lijkt ervan te hebben geleerd. Op zijn 20ste werkt hij bij een bekende verzekeringsmaatschappij. Hij heeft succes, maar als men hoort dat hij een crimineel verleden heeft, wordt hij op staande voet ontslagen. Werd je kwaad op dat moment? Ja, natuurlijk werd ik kwaad. Hoe zag dat eruit? Ja, heel erg. Maar dat kan ik nou niet gaan vertellen. Probeer eens. Nee, dat kan ik niet vertellen, want dat vinden ze niet leuk bij de verzekering. Maar er zijn heel veel bedrijven zijn de lucht ingegaan. Ja, die door hun verzekerd waren. Nou, dat vonden ze helemaal niet leuk. De lucht ingegaan? Ja, gewoon boem, weg. Dus ze moesten al die mensen uitbetalen, die bedrijven. Ja, daar kan ik ook niks aan doen dat dat gebeurt. Maar hoe weg dan? Nou, hoe moet ik het duidelijker zeggen? Ik weet niet hoe ik het duidelijker moet zeggen. Ontploft? Ontploft, weg, boem, klein. Met een bom? Ja, ik ken het niet anders. Eef's ervaring met verzekeringen komt hem in zijn nieuwe criminele zaken goed van pas. Hij gaat in de hash en zoekt contact met zware jongens die illegaal hash transporteren. Verstopt in auto's brengen zij vele kilo's naar het buitenland. Eef biedt aan deze transporten te willen verzekeren en strijkt daarmee een forse premie op. Kijk, er werden veel auto's met hash die werden gepakt. En dan waren die mensen die auto kwijt en de lading. Ik verzekerde dat als ze gepakt werden en ze waren dus kwijt, dan betaalde ik de auto, ik betaalde de inhoud van de auto en ik betaalde de advocaat van de chauffeur. En hun betaalden mij premie 10% van die waarde. Dat ging meestal om een ton of 4-5. Dus ze betaalden 40, 50.000 gulden. Aan premie aan mij. Dat ging altijd 10 keer goed. Dus als ik 10 keer 50.000 gehad heb, heb ik al 500.000 gehad. Hoe vaak deed je zoiets? Ja, ik denk dat ik wel 50, 60 van die transporten heb gedaan. Wat heb je dan verdiend daarmee? Een paar miljoen. Een paar miljoen? Ja. Maar dat geld dat gaat op. Waaraan? Ja, aan van alles, dat kan ik niet zeggen. Ja, gokken, groot doen, wijven, noem maar op, dat ging op. Voelde je jezelf toen een crimineel? Nee, maar ik voelde me eigenlijk wel, toch wel, zeg maar, Al Capone. Straks, de Haagse Al Capone wordt bomexpert en een meedogenloze incassokoning. Ga je ook wat hebben dan? Waarom zou die godverdomme niet betalen? Centen wil ik zien! Ben jij gek? Eef kent geen grenzen en sluit niet uit dat hij iemand heeft doodgeschoten. Ik heb natuurlijk, als ik in nood zit, heb ik geschoten. Ja? En wat er gebeurd is, dat weet ik niet. Want ik schiet en ik loop weg. Bij Eef Hoos, oftewel de Haagse Al Capone, zit het crimineel zijn in zijn genen. Je hebt een bepaalde manier van denken en daarom ben je een crimineel. Al jong pleegt hij inbraken, is hij agressief en zit hij voor lange tijd vast. Met het verzekeren van illegale hashtransporten verdient hij miljoenen. In de hash
werkt hij samen met grote criminelen. Alle grote jongens waren bij me. Maar zijn het bekende namen? Ja, dat zijn de grootste uit Amsterdam. De grootste namen, ook die dood zijn. Klaas Bruinsma. Klaas Bruinsma was een kampioen van me. Nederlands grootste drugsbaron Klaas Bruinsma is een van de mannen die met Hoos werkt. Maar sommige compagnons proberen even erin te luizen. Ze willen hem laten geloven dat een transport is mislukt. Zo strijken ze en het geld op uit de verkoop van de hash en Eefs verzekeringsgeld. Maar de Haagse Al Capone laat zich niet in de maling nemen. Wat deed je dan? Laten we zeggen dat ik ze wat bloemen stuurde. Klaprozen, brandnetels. Ja, moet wat doen natuurlijk. Brandnetels? Ja, en klaprozen. In de wereld weten we wel wat dat betekent als iemand een bos brandnetels krijgt. Wat betekent dat? Dan wordt zijn huis aangestoken. Ja, toch? En klaprozen? En dan krijg je een bom naar binnen. Ja. Maar het is zo dat ik kan nooit zeggen, je krijgt een bom naar binnen. Dus ik zie, ze kregen klaprozen of ze kregen brandnetels. De ellende is namelijk dat als jij iets flikt bij mij, nu, jij bent wie jij bent, en jij doet iets wat niet mag, dan kan ik naar de politie gaan. En de politie die gaat je arresteren en die komt even bij de rechter. En de rechter zegt, hey, je hebt verkeerd gedaan, je krijgt een boete. Of je krijgt gevangenisstraf. Maar als jij mij ript, jij pakt 100 kilo kook van mij, die je niet betaalt. En jij wil dat verdonkere malen. Dan kan ik niet naar de politie. Ik heb moeder naar de politie, ja, hij heeft 100 kilo kook van mij gejat. En, dus dan moet ik zelf opruimen. Dat is wel normaal. Dus wij spelen daarin natuurlijk altijd eigen rechten. Het meest opzien baart Eef met zijn bedrijf Tutanchamon, dat hij opricht in 1985 op het plein in Den Haag. De belangrijkste tak van het bedrijf? Het innen van schulden voor particulieren en bedrijven. Het heftige reclamefilmpje van het bedrijf mag van de reclamecodecommissie niet worden uitgezonden. De gewelddadige uitingen in het filmpje zeggen veel over Eefs meedogenloze praktijken. Betalen. Je kan maar beter gewoon betalen. Dit was mijn kantoor en daar zat ik zo op het plein te kijken. Daar zo, waar die lamellen hangen. Ja, daar had ik mijn kantoor. Eef heeft geen officieel gecertificeerd incassobureau. Vanuit zijn kantoor houdt hij er zijn eigen regels op na. Maar het mooiste was namelijk, want er is een strijd geweest. Dat was vroeger het ministerie van Justitie. Die zaten daar en daar. En nou zat Eef Hoos, de topcrimineel, in het pand van Justitie. Nou, dat was natuurlijk een hoop ellende over. En ik moest eruit en dat kon niet. Maar ja, Max Hasveld, die wou mij er graag in hebben. Die was de eigenaar van het pand. En Jaap Kronenberg, ook een hele grote huishandelaar in Amsterdam. En daar werkte ik voor die twee. En die wouden dat ik een behoorlijk kantoor had op het plein in Den Haag. Wie hebt dat? Er waren geen kantoren, ja, het is nou allemaal horeca geworden, maar er waren hier alleen maar kantoren van de overheid. En ik was het enige kantoor wat daartussenin zat. Dat was dus wel mooi natuurlijk. Hoe werkt zo'n incasso? Een incasso bij mij werkt als volgt. Iedereen kan bij mij een opdracht geven. Maar voordat ik die opdracht aanneem, ga ik die incasso onderzoeken. Ik onderzoek ook mijn eigen opdrachtgever en degene waar ik geld moet halen. Dat kost geld en dat moet die man voorschieten. Anders doe ik niks, want dan ben ik failliet morgen als ik voor iedereen die kosten zelf moet betalen. Dat kost 2500 euro, die betaal je en dan ga ik voor je werken. Dan ga ik dat uitzoeken en ga ik kijken wat die man of vrouw of dat bedrijf, waar dit geld aan. Dan ga ik erheen en dan ga ik het geld halen. Ja, en ik accepteer geen nee. Ik zeg wel tegen de mensen, stel u zelf maar iets voor. Wat wil u betalen? Met nul neem ik geen genoegen. Eef is bij het innen van geld zeer intimiderend. En zo meteen ben ik bij jou en dan zullen we zien wat er gebeurt. Ik kom in Den Haag op de markt. En daar staat één ventje, die heeft drie tentjes. En die drie tentjes, die betalen niet. Wat deed ik met mijn twee handlangers? We gingen erheen en we draaiden zo de tentje om. Hup! Op de zijkant. Alle bakken vet en alles over de grond. Vis en de hand druk. Hé, wat doe je nou? Ik zeg, draai je huis ook om. In Brazil. Betalen. Maar die kon wel betalen en die ging betalen. Die pakte naar zijn achterzak. En die tikte af. Ja, ik word echt boos.
Ik word echt boos als jij niet betaalt. Wie geeft jou het recht om niet te betalen? Ja? En ik kan wel netjes blijven en netjes blijven. Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal netjes. Ik scheld ze de tering. Ik draai ook het bureau om als ze een bureau hebben. Trek ik weg, onder, ga ik vlak voor ze staan. En dan breng ik de schemer zo hard als ik kan. Waarom zou die godverdomme niet betalen? Heb het toch gehad? Hij had toch ook geen advocaat? Je had toch ook geen advocaat bij je toen je ging kopen? Nou ook geen advocaat! Centen wil ik zien! Ben jij gek? En dan gaan we betalen. Ben je dan echt boos op zo'n moment? Ik ben echt boos op dat moment. Maar gecontroleerd. Ja? Want even later ben ik niet meer boos. Dus als jij gaat betalen, ben ik niet boos. In een televisiereportage neemt Eve een verslaggever mee, die met een verborgen camera zijn praktijken vastlegt. Ik geef je 5 minuten, anders ga ik mee. Ja, 5 minuten, ben jij nog wat voor dan? Hoe doe je dat niet? Denk je dat je bent? Ik kom terug op mijn manier. En jij gaat betalen, als je het dan maar weet. In de ziel. Ook gehoord dat jullie moeten betalen, dat je anders geen werk meer hebt. Hé, hey. Maar kom maar terug hoor. Ik vind het leuk als ik jou echt helemaal over de rode kan krijgen. Dus ik begin heel rustig te praten. Dit is toch wel een act. Ja, die heb ik helemaal ingestudeerd. En dan begin ik eerst rustig te praten en dan ben je op je gemak. Je denkt, het gaat lekker, die luister ik er wel in, weet je wel. Dus je denkt echt dat je klaarkomt. En dan is het, godverdomme, en dan kom ik op je af. En dan, of ik sla vlak voor je gezicht, of ik schop vlak voor je hoofd. En ik pak de tafel op, die trek ik omver. Ja, dat maakt indruk. Eve beweert dat zelfs de Belastingdienst en grote gerenommeerde bedrijven van zijn incassomethode gebruik maken. Hij maakt naam en faam, neemt mensen in dienst en verdient 4 ton per week. Mensen zijn doodsbang voor Eve, maar zelf kent hij geen angst. Hij doet alles om zijn doel te bereiken. Wat voor wapens heb je gehad? Wat voor wapens? Mijn mond, als eerste. En ik heb wel van allerlei wapens natuurlijk gehad. Een Walter, een Magnum en jachtgeweren. Heb je wel eens gezien hoe iemand doodgeschoten werd? Ja, ook. Als dat geschoten wordt, gaan ze meestal dood. Maar dat zijn dingen, zaken dat ik kan... Ik kan niet tegen jou zeggen, ik heb gezien dat Piet doodgeschoten is, die doodgeschoten. Ja, ik ben bij mensen, die bekende mensen die dood zijn gegaan, dat ik er pal nadat ik er kwam. Ja. Hoe is het om te zien hoe iemand wordt doodgeschoten? Ja, dat is treurig. Dan ga je nadenken en dan denk je, ja, waarom? Was dat nodig? Was dat niet nodig? Heb je zelf wel eens geschoten? Ik heb wel eens geschoten. Ja. Als je in het vak zit waar ik zit, waar mensen met revolvers en met geweren klaarstaan om mij een welkom te heten, dan zal ik er ook iets bij me moeten dragen om mezelf te verdedigen. Dus dat gebeurt, dan schiet ik op hem, hij schiet op mij. Maar als je op iemand schiet, ja? Wat is er gebeurd met diegene waar je op schiet? Ja, dan ga je toch verder? Dan ga ik toch niet vertellen wat er gebeurd is? Waarom niet? Nee, daarom niet. Ik bedoel, als die man dood is gegaan en ik zou dat nou zeggen en dat is nog niet uitgezocht, bij spreken, word ik morgen gearresteerd. Maar jij sluit hier dus niet uit dat je wel eens iemand hebt doodgeschoten? Ik heb, natuurlijk, als ik in nood zit, heb ik geschoten. Ja? En wat er gebeurd is, dat weet ik niet, want ik schiet en ik loop weg. Ja, en dat doet iedereen die schiet. Iedereen die schiet en die rent er vandoor. Want als je schiet, gaat die andere kant ook schieten. Ik hoef niet te schieten als jij niet kan schieten. Dan zou je er rottig over voelen als je iemand zegt? Nee, natuurlijk niet. Als jij op mij schiet, mag ik op jou schieten. Ik mag mij eigenlijk toch verdedigen. Eve gaat door het vuur voor zijn opdrachtgevers. Hij vindt alles geoorloofd om hen tevreden te stellen. Als ik ingeschakeld word om een klus te klaren, klaar ik die klus. En daar word ik voor betaald. Maar ik ga niet zeggen, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Want er kunnen zaken bij zijn die helemaal niet verjaard zijn. Heb ook geen nut, voor niemand. Maar ook liquidaties? Ja, moet luisteren, ook liquidaties. Kijk, laat ik het zo zeggen. Mijn klanten, als die weten dat ik een grens heb, gaan ze weg. Dan heb je dus geen grenzen? Nee, heb ik ook niet. Wat maakt jou dat dan voor man, dat je geen grenzen hebt? Ik ben Evo's, dat weet iedereen.
Wat is dat dan voor man? Gewoon een aardige man, maar je moet er geen ruzie mee krijgen. En ik niet met jou en jij niet met mij. Eve heeft aan zijn incasso's een prima inkomstenbron. Maar voor de Haagse Al Capone is het nooit genoeg. Altijd is hij op zoek naar slimme, maar illegale manieren om zijn kas te spekken. Hij legt zich toe op een andere gewelddadige specialiteit. Bommen. En zo ontstaat zijn bijnaam. Bommen Evi. Hoe is jouw fascinatie voor bommen begonnen? Nou, je had vroeger in Den Haag niet overal een riolering. Dus ze zetten iedereen zijn poepdoos buiten. En die werd opgehaald. En wat deden wij nou? Wij deden er karbiet in al die tonnen, weet je wel, dat je karbiet in gooien. En dat werd heter en heter en heter in de zon. En of we gingen er langs met een lucifer of wat, en dan klapte die boel aan elkaar. En die stond over de dingen heen. Nou, dat vonden we leuk als jongens zijn. Zo zijn we eigenlijk begonnen met bommetjes maken, met die poepdozen. Ja, die uit elkaar klapten. Nou, en dan ga je steeds meer wat anders doen, hoe je iets moet laten ontploffen. Eve ontpopt zich tot een slimme amateurtechneut. Als hij doorkrijgt dat hij ook met bommen veel geld kan verdienen. De mensen die wouden allemaal een bom. En ik stond bekend als Bommen Evi. Dus of ik het dan kon of niet, dan kwamen bij mij die bom. Dus ik had een kistje zo groot waar een normaal elektriciteit dingen in zitten. Daar zat in een accu, daar zat in twee reletjes, een zoemertje en een bel. En dan een rood-groen knopje. Ik verkocht die dingen voor 5000 euro en dan waren ze goed. Ze waren geladen en dat zei ik tegen die mensen. Als het knipperlampje daar uitscheidt met knipperen, dan is de boel leeg. Dan gaat er een zoemertje over en dat hoor je en dat belletje hoor je ook. Dan moet je op dat groene en rode knopje even de acculaaier zetten en dan laai je hem weer opnieuw op en dan doet het weer. Maar allemaal kwamen ze met dat loeiende ding naar mij op mijn kantoor. Hij loeit. Ik zei, ja, dan moet je hem toch bijlaaien. Heb ik toch gezegd, oh, ja, doe jij dat maar even erbij laaien. Ik zei, nee. Ik zei, maar ik weet niet wat je met die bom gedaan hebt. Ik zei, word ik dadelijk opgeblazen door mijn eigen bom. Ik zei, maar dat doen we niet. Ik zei, dus je kan hem hier laten of je kan hem meenemen. Ja, maar ik moet een bom. Dan kochten ze weer een bom, de klootzakken, voor 5000. Ze lieten die andere bij mij. Dus die kon ik natuurlijk gewoon oplaaien en weer verkopen later. Dat is niet zo moeilijk. Dus je lichtte die mensen eigenlijk op? Nee, ze lichten zichzelf op. Want hun wouden een bom hebben, maar ze durven hem niet te gebruiken. In de haven van Scheveningen liggen nog steeds restanten. Uit even succesvolle bommentijd. Nou, wat ik hier deed was, er kwamen de mensen met een bom en dan wouden ze dat ik hem weer opleidde, want hij deed het niet meer. Ik zei, dat doe ik niet, want ik weet niet wat jij met die bom gedaan hebt. Ik zei, dus je kan hem inleveren en dan gooi ik hem het water in. En waar die bij was, pakte ik die bom onder warm en die kankerde ik zo daar in de haven. 12, 15 moeten er minstens liggen. Er waren ook bij die zeiden, oh, dan laai ik hem wel op, die namen hem wel mee. Maar de meeste dorsten niet, die dachten, hou jij hem maar. Dus heb ik er een stuk of 10, 12, heb ik er het maaien mee gegooid waar ze bij waren. En bij de andere vond ik eigenlijk toch wel zonde. Dus bij de andere zei ik, joh, ik gooi hem dadelijk in het water. En die gingen gewoon weg en hield ik dat ding. En die verkocht ik weer. Dus ze betalen één keer om er vanaf te komen en één keer om eraan te komen. Dat was het hele eiereneten. Maar Evi is natuurlijk geen Bommen Evi, als hij behalve nepbommen ook niet echte bommen maakt. Bommen met een enorme vernietigingskracht. Met wat voor doel kochten die mensen die bommen? Dat weet ik niet, joh. Die hadden een hekel aan iemand en die wouden dan of de boel in brand steken. En als ik er, want ik deed ook wel Semtex in, ja. Of Iatrema, dat is weer andere dingen. En dan ontplofte het wel. Maar de meesten kwamen terug met de dingen. Ik heb er zo'n 50, 60 gemaakt. Maal 5000 euro, moet je kijken. Het geld komt met bakken binnen. En de vrouw waar Eve al jaren mee getrouwd is, komt niets tekort. Was je miljonair in die tijd? Ja, dat wel. Ik had alles wat ik... Kijk, miljonair, ik weet niet hoe dat moet noemen. Ik had alles wat ik wilde hebben. Ja, en ik reed in een Rolls Royce en ik reed in een Lincoln auto en een Mercedes 500 Brava die ik had. Ik had een eigen vliegtuig. Noem maar op, je had alles wat je wilde. Wist je vrouw wat je allemaal deed? Nee, niet alles. Ze
wist wel dat het niet goed was soms, weet je wel. Dan zei ze, joh, doe dat dan niet, waarom zou dat risico lopen? En jij altijd met, er gebeurt me niks, er gebeurt niet. Je zal zien, vandaag word je opgepakt en dan ga je voor 20 jaar en dit en dat. Zo zat ze wel altijd natuurlijk. Maar dat is vrouwen-eigen eigenlijk. Eve heeft ook nog zoiets als een groot hart. Als de club FC Den Haag mid jaren 80 bijna failliet gaat, regelt hij de beveiliging in het oude stadion. Gratis en voor niets. Zelf kost het hem 20.000 gulden per wedstrijd. Hoe zag die beveiliging eruit? Prachtig. Ik had 60 man daar staan. Met allemaal pakken aan. Moet je kijken wat dat kost. Ja, met allemaal beveiligingspakken aan. En wolkie-tolkies wilden ze hebben. En de hele wat. Honden, paarden, alles was erbij. En er gebeurde niks. Dat was het mooiste. Ik heb een half jaar heb ik die beveiliging gedaan. Maar geen wanklank op het stadion. Helemaal niks. Nou, je had hier het stadion. Daar staat nog één tribune. Maar er stonden 4 tribunes, zeg maar, om dat veld heen. En dat moesten wij beveiligen. Maar dan was het zo, dan kwamen hier de mensen binnen. En je mag dan fouilleren. Als er 1 politieagent bij staat, mag jij met 10 mensen fouilleren. En dat doe je dan onder auspicie van die politieagent. Maar die politieagent vond het ook prachtig als wij, hoe wij gingen fouilleren. Want daar had ik allemaal vrouwen van die bij mij werken. En die vonden dat zelf leuk. Dat waren geile wijven om te zien met een korte rok en blond haar en grote tieten. En die stonden, Pluim, die had altijd zo de haar zo, die noemden we Pluim. Ze hadden ze allemaal een bijnaam. Maar er waren ook hele leuke, gewoon lieve aardige meisjes die bij mij werkten op de afdeling incasso. En die stonden dan hier te beveiligen. Maar als dan die gasten binnenkwamen, die van de S hebben, die zagen die wijven staan met die korte rokken. Hey, kom aan, fouilleren mama, ik heb een wapen bij me. Hier, pak hem maar. Zo'n meijer die giet, bang, die pakt. ADO stond bekend als de club waar altijd ellende was. Behalve zolang wij het hebben beveiligd, nooit niks gebeurd. Maar je moest ze ook een beetje laten gaan. Dus als hun begonnen te schemen, begon ik gewoon te dirigeren. Weet je, dan gingen ze nog harder. De politie was daar helemaal niet blij mee. Hij zegt, die host die houdt ze met drugs onder controle. Ja, dat is natuurlijk waanzin. Maar dan krijg je dat. Je doet het dat het goed gaat en dan is het nog niet goed. Straks. Eve moet stoppen met het beveiligen van FC Den Haag. Er volgen bomaanslagen. En Eve krijgt 10 jaar cel. In de baaiers was ik ook wel een bepaald figuur. De 67-jarige Eve Hoos, alias de Haagse El Capone, is berucht vanwege zijn agressieve incasso-methode. Centen wil ik zien! Ben jij gek? Hij verdient veel geld met de verkoop van bommen. En kent geen grenzen om zijn doel te bereiken. Je bent crimineel of je bent het niet. Ja, en ik ben crimineel, ben ik altijd geweest, dus dat blijf ik. Je kan ook geen ex-dominee zijn, je bent een dominee of je bent het niet. Met zijn bedrijf Tutanchamon doet Eve gratis de beveiliging bij FC Den Haag. Maar vanwege zijn criminele verleden krijgt hij uiteindelijk geen vergunning. Voor Eve het einde van een succesvol tijdperk. Kijk, dat is leuk. Vroeger was elke FC Den Haag speler wist wie ik was. Maar ik ben nu natuurlijk jaren weg en ze kennen er dus niet één meer bij die mij kent. En dat is, ja, dat is, zo is de wereld, hè. Eind jaren 80 moet Eve stoppen bij FC Den Haag. Hij is woedend. Als de Haagse Courant schrijft over zijn dubieuze reputatie en die van zijn medewerkers, ontploft er een autobom bij de Seidhofpers en er wordt brand gesticht. Maar Bomme Evi zegt van niks te weten. Nou, wij ontkennen elke betrokkenheid met welke criminele activiteiten. Het is dan wel heel toevallig. Dat is geplaatst door een man die bij mij werkte, 2 jongens. Die zijn veroordeeld, ook allebei, tot 7,5 jaar gevangenisstraf. Alleen ze hebben nooit 1 dag uitgezeten. Maar jij was hun baas. Ja, ik was hun baas. Maar ik wist niet dat hun dat gedaan had. Dan had je het dus niet echt onder controle. Nee, had ik ook niet. Maar hoe kwamen ze dan aan die bom? Omdat toevallig die man wel de bommen maakte voor mij. De bommen die ik verkocht, heb ik in het begin zelf gemaakt, maar later werden ze door hem gemaakt. Hij was een van mijn technische dienstmensen. Niet lang daarna ontploft er opnieuw een bom. Een vuurwerkbom bij FC Den Haag. Er raken 3 mensen gewond. De bom die bij FC Den Haag gelegd is, weet ik helemaal niks van. Ik heb later gehoord, want ik was die week er niet, want wij mochten het niet meer doen, dus we waren weg.
dat er een bom was ontploft in het midden, op de middenstip. Ja, dat is wat ik gehoord heb. Maar die bom is niet afkomstig van mij. En die heb ik ook niet gemaakt. Want wij waren nog steeds bezig dat we eigenlijk die beveiliging door wilden doen. Dus ik weet niet, wij hebben die bom niet gedaan. Maar later heb ik gehoord dat er toch wel supporters waren die kwaad waren dat wij daar niet meer waren. Dat ze niet meer gefouilleerd werden. Die hebben gezegd, nou, zullen wij weer eens even doen. Ja, koekie van eigen deeg. Eef wordt ook verdacht van het plaatsen van een bom in een bureaulamp bij de toenmalige Haagse wethouder Adrie Duivenstein, met wie hij een geschil zou hebben. De wethouder zou hem geen toestemming willen geven voor een bouwproject. Maar Eef bekent niets over de bom, want bekennen is volgens hem om strafvraag. Je bent er wel voor veroordeeld. Ja, maar ik ben ook niet veroordeeld dat ik dat gedaan heb. Maar ik ben veroordeeld omdat ik de feitelijke leiding had, zegt de officier van justitie. Aan de veroordeling van Eef gaat heel wat vooraf. Als je de Haagse Al Capone bent, laat je natuurlijk niet zo gemakkelijk arresteren. Listig als hij is, weet hij zich in zijn woonhuis te verschuilen voor een grote politiemacht. En hier hebben ze de voorpui eruit gehaald, omdat ze de deur niet open konden krijgen. Maar hier binnen zat ik in een tafel en ik had een hele grote ronde poot onder. En daar was ik gauw in gaan zitten, want dat was mijn vluchtweg. Ik denk dat ik 2 uur in die tafelpoot heb gezeten. Voordat hun het hele huis hadden doorzocht en dat ze zagen dat ik hier niet was, dan zijn ze weggegaan. Hoe ben je uiteindelijk toen wel gearresteerd? Ik ben mezelf gaan melden, want op een gegeven moment was het zo dat ik zat in Frankrijk. En ik belde mijn advocaat. En de joh, Eef, hij zei, je kan beter jezelf aangeven. Hij zei, want je staat op heel Europa als terrorist geboekt. Hij zegt, en dan mogen ze op je schieten. En ze schieten je hartstikke dood. En toen ben ik naar Den Haag toe gegaan, naar de politie. En dan meldde ik me eigenlijk, joh, ze zoeken me. Een uur later zat ik er nog. Ik zei, joh, ik zeg, gebeurt er nog wat? Ja, zit, wat is er dan? Ja, ik zeg, ik moest mij gaan melden. En ze zochten me. Hij zei, wie ben je dan? Ik zei, Evo's. Hij zei, Evo's? Ja. Nou, hij belt naar boven, Evo's. Ik denk dat ze met 80 man naar beneden kwamen. Huppakee, bovenop me duiken, zo, weet je wel. En getrokken pistool. Ik zei, rustig, ik ben er al. Je hoeft niet zo in mijn zin te doen. En ze zeggen dan, terrorist. Ik zag mij helemaal niet als een terrorist. Eef blijft ontkennen, maar wordt in 1990 voor zijn aandeel in de aanslagen door het gerechtshof veroordeeld tot 10 jaar cel. In de bias werpt hij zich op als belangenbehartiger van de gedetineerden en richt daarvoor de stichting Themis op, die ook na zijn vrijlating nog blijft bestaan. In de bias was ik ook wel een bepaald figuur en ik was voorzitter van de gedetineerdencommissie. Daardoor mocht ik door de hele gevangenis lopen. Dus ja, ik heb toch wel een leuke tijd gehad daar zo. Eef wordt regelmatig overgeplaatst. Gevangenisdirecties zijn bang dat hij de macht overneemt. En dat Eef ook in de baaiers een gewelddadige aanslag zal plegen. Ik zit in de gevangenis op een gegeven moment en ik heb Karel, mijn vogel. En dan had ik dat zaad in een fles zitten. En voor de rest had ik nog niks, mijn spullen waren er nog niet. Komt ineens die dingen binnen. Meneer Hals. Hallo, goedendag. Wat hebben we daar? En die zeggen, ja, we hebben gehoord dat jij de gevangenis laat ontploffen en dat je Semtex zet. Toen dachten ze dat dat vogelzaad, dat dat een bom was. Dus alles wat ik deed, deed ik, alles was bom, bom, bom. Er waren bewaarders bij. Die dorsten niet eens meer in de eigen auto. Die gingen naar hun auto toe en dan hadden ze een spiegeltje eronder om alles te controleren voordat ze weggingen. Wat dachten ze dan? Dan dachten ze dat ik er een bom onder had laten leggen. Maar dat werkt zo mee. Ik was zo bommen Evi. Want iedereen denkt gewoon dat ik alleen maar leef van bommen. Ik heb wel geleefd van bommen. Omdat ik ze verkocht. Ja, en dat wouden die mensen graag hebben. Die wouden graag die 5000 gulden aan me geven daarvoor. Dus dan laat ik dat niet liggen natuurlijk. Na 7 jaar zitten, bij 2/3 van zijn straf, kan Eef de gevangenis verlaten. Dat was wel kloten, want ik was
Mijn ex, mijn vrouw, die was ik kwijt. Dus dat was afgelopen, vond ik jammer. Ik had niets meer. Overal was beslag opgelegd door de justitie. Alles was ik kwijt. Ik was mijn vrouw kwijt, kinderen kwijt, mijn auto. Ik had helemaal niks meer. Kijk, binnen was ik evoos. Hoe raar het klinkt. Weet je? En buiten stond ik daar in mijn eentje. Je vertrouwt eigenlijk niemand meer. Je bent alles kwijt. Het gekke is namelijk, als jij in de gevangenis zit, dan zit je erin en dan gaat dat door. Maar als je eruit komt, dan is het net of je gisteren de gevangenis ingegaan bent. Die periode ben je kwijt. Dus dat is, moet je ook totaal opnieuw beginnen. Eve pakt de draad van het criminele leven weer op. Incasso's, bommen, het komt allemaal terug. Maar er zijn ook tegenslagen. Kantoren van zijn stichting Themis worden door brand verwoest. En Eve wordt door justitie op de hielen gezeten. Hij verhuist naar Portugal en leeft daar een tijdje als een vorst. Nu is hij bijna alles kwijt. Wat is er met al je miljoenen gebeurd? Ja, die zijn weg. Die heb ik eigenlijk... Ik heb nooit miljoenen... Ja, ik heb gewoon geleefd. Ik heb gewoon geleefd en ik heb een huis gehad. Dat huis was 1,7 miljoen waard. En dat is nou verkocht voor 3 ton, dus daar hebben we 1,3 miljoen op verloren. En dan gaat het hard, ja toch? Zijn er dingen waar je minder trots op bent? Ik vind wel dat ik, laten we zeggen, toen ik een jaar of 17 was en dat ik dus in de gevangenis kwam, dat ik dat eigenlijk een beetje zielig voor mijn vader en moeder vind. Ja, mijn vader zeker, die had dat niet verdiend. Die man was een hele integere man, hele lieve man ook. Die heeft altijd achter me gestaan, wat er ook gebeurde. Nee, die had dat niet verdiend. Wat voel je daarbij als je er nu aan denkt? Ja, dan ben ik wel verdrietig. Want ik ben zelf ook nou ouder en ik heb nou zo een beetje zijn leeftijd. Dus dan kun je dat wat meer bedenken. En dan denk je, ja, dat vind ik toch vervelend. Zou je het mensen aanraden, een crimineel leven? Kijk, vroeger had je echt de romantiek van de criminaliteit. En dat kon je in alles terugvinden. Je had het liedje, ik ben Gerrit, ik steel als de raven. Op vakantie met het geld van ome Jan, noem maar op. Wat allemaal leuk. Maar toen die drugs erbij kwam, was de romantiek weg. Dat het nu alleen maar is drugs, drugs, drugs en nog eens drugs. En elkaar aanvallen en doodschieten en noem maar op. Er is toch geen reet meer aan. De Haagse Al Capone is nu 67. Hij krijgt nog steeds incasso-opdrachten, maar zijn gezondheid gaat hard achteruit. Hij heeft diabetes en is bijna blind. Misschien is het de tol van een veelbewogen leven. Volgende week, Nico van Empel, 62 en een echte Haagse penose, wordt groot in de criminaliteit als meesteroplichter. Hoeveel mensen heb jij opgelicht in je leven? Duizenden. Nico is betrokken bij schietpartijen. Zijn beste vriend wordt geliquideerd. Oh Nico. Oh. Boom. En Nico heeft spijt. Als ik het echt en heel oprecht moet zeggen, een stuk uitschot van de maatschappij. Daar behoor ik gewoon toe.